Hey, dag iedereen. Ik ben Bram. En ik ben Joke. En wij zijn van Jong ACV. Welkom op het webinar voor starters. Zes dingen die je moet weten over vakantie: we gaan het hebben over wettelijke vakantie, jeugdvakantie, Europese vakantie, onbetaalde vakantie, collectieve sluiting en andere verloftips. In de privésector bouw je wettelijke vakantie op het jaar voordat je de vakantie neemt. Dat wil zeggen dat de wettelijke vakantie die ik dit jaar neem, daar ik vorig jaar voor gewerkt heb. De vuistregel is in België is dat als je voltijdse werknemer bent, je altijd recht hebt op 20 dagen vakantie. Als je wettelijke vakantie neemt als bediende, betaalt de werkgever je gewoon gedurende de vakantieperiode door. Als je als arbeider werkt, krijg je vakantiegeld via de vakantiekas tussen 2 mei en 30 juni. Stel dat je pas van school komt en nog geen volledig jaar gewerkt hebt, ga je ook geen recht hebben op 20 vakantiedagen. Als werknemer in de privésector heb je dan recht op jeugdvakantie. Ben je pas gestart in je eerste job en heb je niet veel vakantie? Niet getreurd, er is jeugdvakantie. Jeugdvakantie, wat is dat? Als schoolverlater kan je met jeugdvakantie je jaarlijkse vakantie aanvullen tot 20 dagen. Hoe werkt het? Het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld hangen af van het aantal dagen dat je het jaar ervoor hebt gewerkt. Een beetje alsof je je vakantie al een jaar op voorhand plant. Een klein voorbeeld. Als je een vierde van het jaar gewerkt hebt, dat zijn drie maanden, zal je in 2023 recht hebben op een vierde van het vakantiegeld en een vierde van de vakantiedagen. Je zal dus recht hebben op vier weken vakantie of maximaal 20 dagen. Maar opgelet, je zal al een aantal vakantiedagen hebben opgebouwd via je werkgever. Jouw jeugdvakantie vult dat aan, zodat je in totaal aan 20 dagen komt. De uitkering die je krijgt bedraagt 65% van het gemiddelde loon. Maar er is een maximum. Het plafond is berekend op een maandloon van ongeveer 2150 euro. Wat zijn nu de voorwaarden om recht te hebben op jeugdvakantie? Let wel goed op dat je aan alle voorwaarden voldoet voor je je aanvraag indient. Je kan die nog eens rustig nalezen op de website in de link in de beschrijving. Zo, nu weet je alles over jeugdvakantie. Vergeet niet dat vakantie een recht is en je baas kan dat niet weigeren. Vond je de video interessant? Vertel het zeker aan je vrienden. En vergeet niet dat Jonga CV steeds voor je klaarstaat. Voilà! Dat is wat jeugdvakantie is. Maar hoe vraag je dat nu aan? Je moet drie stappen doorlopen. Je vraagt het via de werkgever aan. Dan neem je de vakantie. En nadat je de vakantie genomen hebt, ga je met de aanvraagdocumenten naar een dichtste ACV-dienstencentrum in de buurt. Zij gaan ervoor zorgen dat je voor de periode dat je vakantie hebt gekregen of vakantie hebt genomen, dat je daar een uitkering voor krijgt. Gelijk aan 65% van je loon. Heb je geen recht op vakantie of op jeugdvakantie, dan bestaat er ook nog Europese vakantie of aanvullende vakantie. Dat is een maatregel die ervoor zorgt dat je toch nog vakantie kan nemen, ook al heb je op die andere twee geen recht. Het nadeel aan deze maatregel is dat je de vakantie eigenlijk zelf betaalt met het dubbel vakantiegeld van het jaar erop. Maar je sociale rechten, pensioenrechten, vakantierechten bouwen wel nog altijd verder op. Voor wie is dat nu Europese of aanvullende vakantie? Dat kan je opnemen als al je wettelijk verlof eerst is opgebruikt, als je werkt in de privésector en als je minstens drie maanden gewerkt hebt in het huidige jaar. Hoeveel vakantie bouw je dan op? Per drie maanden bouw je eigenlijk vijf vakantiedagen op waarmee je de vakantie kan aanvullen. Wat is onbetaalde vakantie? Onbetaalde vakantie is geen recht, dit is een akkoord dat moet plaatsvinden tussen de twee partijen, de werknemer en de werkgever. Tijdens de periode onbetaalde vakantie krijg je dus geen enkele vergoeding en dus ook geen loon. Er worden ook geen sociale rechten opgebouwd tijdens deze periode en deze periode telt dus ook niet mee voor het opbouwen van vakantiedagen voor het jaar nadien. Onbetaalde vakantie wordt niet gelijkgesteld aan gewerkte periode, dus hou er toch een beetje rekening mee. Sommige bedrijven gaan in collectieve sluiting. Dit wil zeggen dat de activiteiten in hun onderneming volledig stilgelegd worden. Dit zie je vaak in de zomer tijdens het bouwverlof, bijvoorbeeld, of tussen kerst en nieuw. Um, dit wil zeggen dat je uh, eerst je uh, wettelijke vakantie moet inzetten tijdens deze collectieve sluiting, stel dat je wettelijke vakantie reeds opgebruikt is of je hebt geen 20 dagen recht op die wettelijke vakantie, dan kan de werkgever voor jou een tijdelijke werkloosheid aanvragen. Dit wil zeggen dat jij 65% van het gemiddeld dagloon ontvangt en dus niet een gewoon loon. Er zijn nog een paar andere soorten uh, verloftypes. Voor deze verloftypes heb je een bepaalde reden nodig. Zo heb je klein verlet, verlof wegens dwingende redenen en kort zorgverlof. Ik ga eventjes stilstaan met de drie soorten verloftypes. Klein Bij een specifieke gebeurtenis mag je afwezig blijven van het werk. En dat heet klein verlof. Uh, dit is bijvoorbeeld van toepassing als je trouwt of je hebt een overlijden in de familie. Naar gelang de graad van deze familie krijg je dus 1 tot drie dagen klein verlet. Tijdens het klein verlet heb jij gewoon recht op je loon. Een ander soort verloftieven is een type uh, verlof wegens dwingende redenen. Dit uh, is een verlof dat je enkel kan inzetten als er onvoorziene omstandigheden zijn en dit enkel voor de allereerste dag. Uh, een voorbeeld zijn uh, ziekte, ongeval of een hospitalisatie van een persoon met wie je samenwoont. Uh, Bijvoorbeeld als er schade is aan je woning door een brand of door een natuurramp, of bijvoorbeeld door een inbraak. Een oproeping uh, in een rechtszitting waarbij je een betrokken partij bent. Uh, en elke andere uh, gebeurtenis die uh, door onderling akkoord wordt uh, gemaakt tussen werkgever en werknemer. Uh, opgelet is dus enkel de allereerste dag. Vanaf de tweede dag is het dus geen dwingende redenen en die je een ander verloftype in de praktijk te roepen. Er is ook zoiets als een kort zorgverlof. Dat is een vorm van verlof wegens dwingende redenen die niet geweigerd kan worden. Dit is bijvoorbeeld voor de ziekte van je kinderen bijvoorbeeld. En dit is ook beperkt tot vijf dagen per kalenderjaar. Laat je vooral bijstaan. Dit door je vakbond, het ACV. Je kan bij ons terecht uh, met allerlei vragen. Loop je ergens tegenaan? Heb je vragen over je rechten? Heb je vragen over hoe dat je vakantie moet aanvragen? Uh, wil je eventjes checken wat de werkgever met jou heeft afgesproken? Kortom, contacteer ons uh, en zo kunnen wij met jou uh, bekijken wat er mogelijk is, wat je rechten zijn uh, enzovoort. Zo, dit waren de zes dingen die je zeker moest weten over vakantie. Heb jij nog vragen? Contacteer JongaCV, want wij zijn jouw vakbond.